Dus we gingen allemaal zitten. Ik heb trouwens een filmpje ervan, die zal ik hier zo even erin zetten. Dit is allemaal een cadeautje voor jullie. Maar schat, waarom? Kunnen we het ook niet even andersom doen? Nee, maar dat is niet te doen. En ik wil dat jullie nu allemaal openmaken. Oké. Okay. Ik ben zenuwachtig ervan. Ik wist het! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben op kantoor en het is vandaag donderdag. En ik ben heel blij dat ik eindelijk even een kantoordagje heb. Want ik loop achter. As usual. Ik heb lekker mijn haar niet gekamd. En ik ben vandaag met Sanne op kantoor. En zo meteen komt even onze stagiaires volgens mij. Dus dat is fijn. We hebben nu 3 stagiaires. Dus dat is echt heel erg fijn. Want de komende maanden wordt heel druk en heel veel extra werk. Zo so happy. Ja, that's it. Kijk hoe leuk. Van Claire had ik dit vanochtend gekregen voor Olivia. Zo'n klein tasje. Waar Olivia op staat. Echt super cute. Ga ik leuk op haar kamer zitten. Ja, voor de rest heb ik niet echt iets boeiends te vertellen. Ik ga nu gewoon even werken. En dan zie ik jullie zo. Dit hebben we gehaald voor lunch. Ik wil een keer gezond eten. Dus dit is een acai bowl. Dit is een broodje spicy tuna. En een green juice met van alles. Dus een gezonde lunch. Wat ik trouwens nog even wilde zeggen. Is dat ik gisteren, had ik in de vorige vlog verteld. Heb ik dat masker gebruikt van Elvive die zo lekker naar kokos ruikt. Dat repair masker. En mijn haar is echt zacht vandaag. Ik heb het er gisteren denk ik 2 uurtjes of zo nog in laten zitten. En het is echt chill en het ruikt ook lekker. Dus dat is een aanrader. Ik ga nu verder met deze ellende. Goedemorgen. Ik weet dat ik gisteren niet meer gevlogd heb. Maar ik weet niet wat het laatste was wat ik gevlogd had. Ik denk dat dat op kantoor geweest is. En ik heb net mijn haar gewassen en me opgemaakt. En mijn haar gevuld. En vandaag ga ik spreken op het Vogue Festival. Dus ik ben heel benieuwd. Ik moet even mijn haar krullen, me aankleden en ontbijten. Ik moet daar alleen over een half uur zijn. Dus ik heb niet echt alle tijd van de wereld. Maar goed. Ik ga nu even mijn haar krullen. En ik moet echt eventjes deze trui. Dit is mijn favoriete ding wat ik ooit gekocht heb. Er staat female op. Klinkt meer onder. Hij zegt 20 euro of zo. Maar de binnenkant is echt van het hele super super zachte spul. Dus ja, deze ga ik even linken. En dan ga ik nu mijn haar krullen. Mijn haar zit nooit echt heel goed als ik het net gewassen heb. Dus ik hoop dat het vandaag een beetje meevalt. En ik moet even bedenken wat ik aandoe. Ik weet niet wat echt appropriate is bij zo'n Vogue Festival om aan te doen. Ik ga niet in mijn spijkerbroek, denk ik. Maar misschien iets van een jurkje of zo. Zo even kijken. En dan eet ik wat. Trouwens, ik zeg dus van ik moet er over een half uur zijn. En ik moet mijn haar nog veulen en ontbijten. Ik snap dat jullie denken, hoe ga jij ooit op tijd komen en me aankleden. Maar het is hier letterlijk 2 minuten vandaan. Nog niet eens. Dus als ik om 12 uur weg ga, kom ik zeg maar nog een soort van op tijd. En Olivia is op de crash. Olivia had uiteindelijk vanochtend haar schoolfoto. Het was zo schattig. Maar ze was heel verdrietig vanochtend toen ik wegging. Want haar favoriete leidster van de crash, die is er vandaag helaas niet. Dus dat voelt ze heel jammer. Dus ja, ik ga even opschieten. En misschien vinden jullie het überhaupt wel leuk om te zien hoe ik mijn haar krul. Heel veel mensen vragen altijd welke maat krultang ik heb. Maar ik heb zo'n oude dat zeg maar, zelfs het merk staat er niet meer op. Ofwel, zit het merk? Dat is Babyliss Pro, denk ik. Maar op zich wil ik wel een nieuwe, want Ceramic Pulse bij Babyliss Pro. Want deze is gewoon oud en ik denk dat dit niet meer, dat er inmiddels wel nieuwe technologieën zijn die beter zijn voor je haar dan dit gebeuren. En ik kan het natuurlijk altijd uit. Deze pluk is mislukt. Ik probeer dus altijd 1 pluk van mijn eigen haar met een pluk extension te krullen. Dat het zeg maar een soort van blend. En voor de rest moet ik even wat foto's maken vandaag naar kantoor. En veel belafspraken heb ik naar het Vogue Festival. En vanavond komt Mo
Mason komt ook spelen met Olivia, dus daar ook super veel zin in. En Lars komt natuurlijk ook. Dus dat is gezellig. Ja, ik moet even denken wat we gaan eten. Ik heb wel zin in zoete aardappelfrietjes. Misschien ga ik die maken. Trouwens, er zijn nu van die nieuwe polls op Instagram. Wat vinden jullie daarvan? Ik heb er vanochtend één gedaan. Ik had dus vanochtend gedaan op mijn Insta-stories van willen jullie meer Olivia footage zien? En nee, heel veel mensen zeggen natuurlijk ja, maar ook heel veel zeggen nee. Je kan dus zien wie er nee zegt. Dan voel je je toch een soort van beledigd. Dus ik denk nu weer van waarom heb ik dat dan gepost? Want tuurlijk, niet iedereen heeft zin om baby materiaal te zien. En dat is iedereen zijn goed recht. Dus, maar ja, staat nergens op. Mijn Instagram is @queenofjetlags voor degenen die mij nog niet volgen. Ja, ik ga even opschieten en ik zie jullie zo. Oké, ik heb me snel aangekleed en ik had net gezegd dat ik geen spijkerbroek aan ging doen. Maar guess what? Ik heb spijkerbroek aan. Ik heb deze jas aan van ASOS die ik nieuw heb. Die zal ik even linken. Kijk, zo ziet hij eruit. Hij is echt heel nice. Het is helemaal zwart trouwens. Lijkt een beetje bruin nu. Deze blouse van Dolce & Gabbana, die is vintage, dus die kan ik niet linken. Die Prada tas Levi's, die vintage Levi's en schoenen van de Zara. En ja, ik moet er maar vandoor. Anders ben ik te laat. Ik ben aangekomen bij het Folk Festival met... Oh ja, ik krijg allemaal comments dat wij nu hair twins zijn. Dus oh, met ja? Mijn hair twin. Yara en jij zijn nu echt hair twins. Ja, wij zijn wel maar jouw haar is mooier dan mijne. Hoezo? Jij hebt zo mooi haar. Ja, we zijn echt twin. Nee, je hebt mooier haar. En Ruba, die had ik nooit ontmoet. Ja, dus dat is super leuk. En zij is preggers. Ja. 8 maanden. Maar het valt nog best wel mee. Jij hebt ook niet een heel opgezet gezicht, vind ik. Nee. Nou, ik vind het van wel hoor. Ik vind ik vond het zelf ook. Ja. Maar als ik terug... Ik kan wel laten zien, echt de dag voordat ik... Oh, dat is leuk. Bevallen was, had ik nog gefilmd. En daar zeg ik nog van, oh, ik voel me zo dik. En dit en dat. Maar als ik dan nu kijk, denk ik van ja, het valt best wel mee. Ja, het is denk ik gewoon omdat het zo'n verschil voor jezelf is. Precies. Je voelt jezelf gewoon. Maar goed, ik ben altijd een maat XS geweest. Oh, echt? Ik heb nu gewoon echt een broek aan wat L is. Oké, ik loop weer naar huis. Ik ging even naar huis lopen, want ik was er bij na het Folk Festival. Het was heel leuk om hele leuke mensen ontmoet. Best wel leuke meiden. En ja, het was heel gezellig. En dat is ook leuk met Yara, die zie ik er ook wel vaker. En Linda. Linda Tol, andere influencer, was er ook. Het was ook leuk om die weer te zien. En Ruba, Sabrina. Dus het was ook wel gezellig. Ik ben nog even koffie gedronken. Nu ga ik naar huis, even wat werk afmaken. En dan, best moment of the week, Olivia halen. En dan is het weekend. Ik heb een hele vieze baby van de crash gehaald. Moet ik het vasthouden? Zullen we je handen even wassen? Goedemorgen. Guess who's back in our vlogging lives? Sander en Biepje. Biepje heeft honger. Heb je honger? Heb je honger, Biep? Ik mag niks eten van papa. Nou, dat is niet helemaal waar, maar wij zijn onderweg naar je opa. Dit gaat de titel van de vlog worden. Biepje en Sander hebben ruzie. Zoals jullie zien. Nee! Nee, I mean, ik heb geen ruzie met haar, maar er kan nu gewoon even niet gegeten worden. Ik wil eerst even Amsterdam uitrijden. We gaan naar opa. Opa wacht op ons. Het is 2 uur rijden. Ja, we zitten dus in de auto. We gaan naar opa in Twente. En Die is in China geweest. Die is in China geweest, dus die wil ons daar alles over vertellen. Dus die wilde ons alles over vertellen, ja. Oeh, een beetje boel. Oh, dit is heel tof. Ik ga echt precies verkeerd. Ja. Ik ga er dan tussen daar. Ja, sorry. Ja. Ja. Spijt. Mag gebeuren. Ja, sorry. We hebben vanochtend een productmeeting gehad. Voor producten die eraan komen. En de eerste samples gepast en gedaan. Het zag er tof uit. Ja. Nee, oprecht tof. Nog even wachten. De sample die ik vandaag heb gepast. Dit is een samenwerking met een andere influencer deze collectie. En jullie komen er snel achter met wie. En die is vanaf 25 november te koop. Dus mark your calendars. Want er gaat niet heel veel van deze zijn. Dus dat zal waarschijnlijk in een dag uitverkocht zijn. Schat ik zo eventjes in. Ja. Dus dat. Ja, maar los daarvan is het gewoon het is echt een tof
Ja, ik wil het zelf ook aan. Product. Ik zou het liefst vandaag had ik het aangedaan. Maar ik zat te denken, ik wil er ook eentje doen met een mannelijke. Voor mannen. Oké, whatever, sorry. Okay, ja, kan het allemaal. Lekker. Anywho, we gaan lekker verder leiden. Ik heb hoofdpijn. Ik was om 6 uur al op. Maar goed, ik zie jullie zo. Wij komen net thuis uit Twente. Ik ben echt intens blij met de nieuwe producten van mijn favoriete merk. Sisley, zit wat make-up bij. Oh, deze heb ik nog nooit gebruikt. Ga ik ook even uitproberen. Ik gebruik echt alle skincare van Sisley. En dit zijn mijn favorieten. Dat heb ik al laten zien volgens mij. Deze reiniger, dat is echt denk ik mijn favoriete reiniger die ik ooit gehad heb. Ik heb hem zelf echt al 10 keer gekocht. Ik zal hieronder even linkjes voor jullie achterlaten. Ik heb hem zelf echt al 10 keer gekocht. En I love it. En deze gebruik ik als dagcreme. Deze. En de olie gebruik ik meestal 's nachts. En helemaal nu het iets droger wordt. En ik ga lekker in bad. Dus ik zie jullie zo. Wij zijn weer lekker thuis en we liggen in bed. En we waren net beneden begonnen met een nieuwe serie. Hoe spreek je het ook alweer uit? The Defiant Ones. Dus mijn studiomaatje Thomas die had... Ik weet ook helemaal niet waarom ik dit überhaupt nog nooit gezien had. Want... Nee. Maar het gaat over Jimmy Iovine en Dr. Dre. Waar we allebei fan van zijn. En sowieso. Hun carrières al lang volgen. En we vinden het echt fabulous. Ja, dus Thomas die gaf het aan mij en nu ben ik helemaal hooked. En ik ook. Het is echt fantastisch. Super nice. Het gaat sowieso nu heel erg over hiphop van de West Coast. Hiphop van de West Coast in de jaren 80. En daar was ik zelf tussen mijn 12e en 15e echt, nou nog steeds, maar heel erg obsessed mee en heel erg fan van. Dus ik vind het echt leuk om al die verhalen erachter te horen. Er komen allemaal dingen over Bruce Springsteen, was er net met Betty Smith en gewoon allemaal mensen waar ik fan van ben. Dus het is echt fantastisch om te zien. Voor jou hetzelfde? Ah ja, gewoon hoe die platen gemaakt werden. Ja, je hebt meer die studio dingen echt leuk om te zien, ja. Dus, tip voor serie. Andere tip voor serie had ik vorige week al gegeven, dat is Younger. Totaal andere serie, maar ook wel erg leuk. Wij gaan hier gewoon lekker slapen en de vlog afsluiten voor vandaag. En dan zien we jullie morgenochtend. Goedemorgen, het is zondagochtend en Olivia is daar. Een flinke rommel aan het maken en ik blijf het opruimen. Misschien moet ik daar maar mee stoppen. Olivia is een rommel aan het maken. Ik heb mijn haar even gewassen en gefeund, maar ik moet het nog even krullen en stylen. Ik heb zeg maar waar je natuurlijke scheiding zit, daar probeer ik altijd tegen in te gaan. Maar dat lukt niet echt. En ik ga vandaag naar de verjaardag van Kay. Kay is niet jarig, die is al heel lang geleden jarig geweest, maar wat heb je daar voor iets moois? Maar die viert nu haar verjaardag. En ook een beetje nog voor het nieuwe kantoor. Dus daar ga ik heen. En Olivia gaat denk ik mee. Dat is wel gezellig. Dus. Dat is het plan. Ja. En ik moet echt opruimen. Ik ben binnen. Ah, jij hebt een grote kuif. Jij hebt een grote kuif. Ik heb me aangekleed. En ik zal even heel snel laten zien wat ik aan heb. We wilden een groepsfoto maken, dus iedereen ging lichte kleuren aandoen. Dus, dat heb ik gedaan. Ja, het is mooi weer, dus het kan. Oké. Ik heb aan. Deze gouden top van de Zara eronder. Ik heb dit jasje aan, die ik echt super leuk vind. Met stelletjes van Storets. Ik zal hieronder een link posten. Heel veel van jullie hadden vorige keer gevraagd hoe lang Storets duurt qua bezorging. Best wel lang. 2,5 week of zo. En deze broek is van de Zara. Is echt mijn allerlievelingsbroek. Hij zit alleen maar onder de kreukels nu. En mijn Nike's. En die vintage Dior tas. Dus, dat heb ik aan. Nou, let's go. Oké, dit zijn de leftovers van Kay. Ja. Haar. Oké, wanneer ga je... En ik heb de beste nieuws ooit. Oké. Ja, ik ga het erbij pakken. Wacht, ik ga mijne pakken. We're gonna do it the same way. Dus we gingen allemaal zitten. Ik heb trouwens een filmpje ervan, die zal ik hier zo even erin zetten. Dit is allemaal een cadeautje voor jullie. Maar schat, waarom? Kunnen we het ook niet even andersom doen? Nee, maar dat is niet om te doen.
En ik wil dat jullie nu allemaal openmaken. Oké. Okay. Ze is zenuwachtig ervan, Kate. Ik wist het! En da-da-da-da. Ik krijg gewoon weer kippenvel van deze foto. Kay is zwanger. Oh my god. Nee. Is zo exciting. Dus iedereen is helemaal super blij. Het is echt geweldig. Dus ja, gefeliciteerd lieve Kay. Wij zijn thuis. Tenminste, ik ben thuis. Sam was al thuis met Olly. Olly heeft net een fles water over zichzelf gegooid. Kleiner Tripoli. Ben je alles in je bakjes aan het zetten? Sander vindt het ook zo leuk van Kay, het goede nieuws. Ja, ik ben een berichtje aan het sturen naar Kay en Jim. Jee. Ik kan me geen beter team voorstellen. Nee, ik ook echt niet. Heel goed. Olivia, dat is even niet de bedoeling, schat. Dat is net even een beetje apart. Zullen we dat even niet doen? Want het kan ook op zich kapot. Hé, hey, en dat ook niet van jou? En dat ook niet. En ik kan je melden dat het volgende dat je pakt, ook niet voor jou. Tenzij jij een fles water pakt van ja. Lady Olivia. Nee. 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 Jij bent mij aan het afleiden. Bobby. Oh, ja. Bobby is wel van jou. Dus. Kijk, Bobby knuffel is van een liefje. Bobby. Oké. Oké. Nee. Hey guys, good morning. Het is maandagochtend en ik lig nog lekker in bed. Ik ben wel aan het werk vanuit bed, maar ja, that's it. Ik ga denk ik lekker even vanuit huis werken vandaag. En ik moet vanavond naar een event voor About You. Dus ik moet wel zo make-uppen en aankleden en zo. Dus ik moet wat Insta's ook maken, dus ik moet de deur uit, maar het is zo slecht weer. Dus ik dacht, ik ga eerst lekker even mijn e-mails thuis doen. En ik ga de vlog afsluiten, want ik heb alweer heel veel gevlogd. En ik zie elke keer dat mijn laatste vlogs gewoon echt 27 minuten zijn. Terwijl ik ook het idee heb dat ik dan heel weinig heb gevlogd. Dus ik dacht, laat ik eventjes kijken of de vlog wat sneller af kan sluiten voordat ik het weer vergeet. Dus dat. Heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet niet te subscriben hieronder. En ik zie jullie zondag weer.